Ik ben Michel Soffers. Ik werk als senior bedrijfsarts en medisch manager binnen MKB van Zorg van de Zaak. De visie binnen Zorg van de Zaak MKB is om te kijken naar 100% van het personeelsbestand in plaats van 5% van de werknemers dat gemiddeld verzuimt. Op die manier heb je zicht op alle werknemers binnen het bedrijf om iedereen sterker aan het werk te houden en een stuk preventie toe te passen. Ik zeg altijd tegen werkgevers, ga zitten met je werknemer en kijk wat jouw werknemers nodig hebben om het zo leuk mogelijk te hebben tijdens het werk. Er zullen altijd uitdagingen zijn, veranderingen op het werk, maar juist om te luisteren naar jouw werknemers, daarmee kun je werkgeluk dus echt bevorderen en daarmee vitaliteit. We zien in de maatschappij veel veranderingen terug de laatste tijd. Denk aan de digitalisering, denk aan AI. Ik zie dat ook terug in bedrijven, dat werknemers voor andere uitdagingen komen te staan. En dat vergt een bepaalde veerkracht van je werknemers. Ik coach werkgevers daarom om minimaal 2 keer per jaar met je werknemers om de tafel te gaan zitten. Om te kijken wat zij specifiek nodig hebben om die transitie te kunnen maken naar een meer veerkrachtige stijl op het werk. Wat helpt om meer veerkrachtig met dingen om te gaan is om transparant te zijn naar elkaar. Dus tijdig aan te geven en te signaleren als jij werkdruk ervaart. Veerkracht betekent ook dat je klappen kunt opvangen in een bedrijf, bijvoorbeeld door langdurige ziektes van collega's. Dan is het belangrijk dat jij die taken op een goede manier kunt overnemen. Dus voor jezelf de werkdruk niet torenhoog te laten worden. Ik vind het belangrijk dat werkgevers dit tijdig kunnen signaleren, dus ook van tevoren anticiperen. Er valt een collega weg, dan is het logisch dat er meer werkdruk komt te liggen bij collega's. Dus vraag hier ook actief naar, van hoe voel je je bij en gaat het lukken en wat heb je nodig als werknemer? Werkgevers kunnen ook periodiek een werkplekonderzoek uitvoeren, samen met een arbeidshygiënist, om te kijken of de RINE nog up-to-date is en waar andere mogelijke risico's liggen, waardoor werknemers in het verzuim terecht kunnen komen. Het is belangrijk om dan preventief aan de slag te gaan in je bedrijf, om je werknemers zo krachtig mogelijk aan het werk te houden.